Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66. En natuurlijk niet toevallig dat we met hem spreken, want vandaag zijn de ministers, is de ministersploeg beëdigd door de koning. En mijn eerste vraag is dan natuurlijk, welke indruk maakt die ploeg op jou? Ja, ik vind het een heel mooie, bijzondere ploeg. Want er zijn ook natuurlijk omdat er nog nooit zoveel D66'ers bij die ministersploeg hebben gezeten. Ja. En er zijn wel echt heel veel nieuwe gezichten. Ja. Daar zaten we denk ik ook wel op te wachten. Ja. Wat ik zelf echt wel leuk vind, is dat er ook meerdere mensen zijn die nog nooit iets in de politiek hebben gedaan. Maar die nu wel zeggen, ik durf het aan om dat ministerschap te gaan doen. En ja. Ik denk dat we daar trots op kunnen zijn. Ja, nou doet zich een toeval, ik weet niet of dat een toeval is, doet zich voor dat Jan Paternotte twee belangrijke portefeuilles heeft in de Tweede Kamer. Dat is onderwijs en wetenschap en dat is zeg maar COVID. Ja. Het laatste jaar ben je om die reden ook heel vaak in het land te zien geweest. En nou doet het geval zich voor dat er twee bijzondere benoemingen zijn in de ministersploeg. We hebben de minister van Volksgezondheid, dat is Ernst Kuipers. Die komt uit de praktijk, zal ik dan maar zeggen, baas van het grootste ziekenhuis van Erasmus van Nederland. En de twee, en natuurlijk ook een grote wetenschapper als maag-darm-lever-specialist. Minister van Volksgezondheid en minister van, ja, toch ook onderwijs en wetenschap, jouw portefeuille. Ook een D66er, Robert Dijkgraaf, nationaal en internationaal, een beroemde geleerde. Is dat toevallig? Heb jij daar iets mee te maken gehad? Heb je ze misschien aangeraden om maar heel snel lid van D66 te worden? misschien dat wel, maar ik heb er niks mee te maken gehad. Dat is Sigrid Kaag, die heeft een paar mensen met wie ze dan die selectie doet. Mm-hmm. Ja, dat is ook de gewoonte, de partijleider, die kiest haar team, haar ploeg. Ik heb de afgelopen tijd Ernst Kuipers wel best vaak gesproken, omdat ik inderdaad corona deed. En hij de beddenbaas was, man die dat spreidingscentrum heeft opgezet, waardoor heel veel coronapatiënten gespreid konden worden. Heeft mede helpen voorkomen dat er code zwart kwam en je überhaupt geen bedden meer had. Maar ik heb hem nooit gesproken over het ministerschap voordat hij werd aangekondigd. Oké, dan is er ook nog de vraag of het niet een beetje een zwaktebod is van de officiële politiek. Dat men vakspecialisten nodig heeft gehad op deze zo belangrijke ministeries. Is dat niet een beetje te vergelijken met Johan Cruijff? Vroeger als directeur van de KVB. Of een ervaren piloot als CEO van de KLM? Ja, ik vind het juist heel sterk. En ik denk dat het eigenlijk ook een beetje een zwaktebod is dat het zo vaak niet lukt om mensen met hele belangrijke ervaring en kennis van zaken binnen te halen. Die zeggen, oké, ik wil dat wel in die politieke arena gaan proberen. Ja. De laatste keer dat er een arts minister van Volksgezondheid was, was het Els Borst. Ja. Nou, die heeft dat 8 jaar lang gedaan. Voor D66 nog steeds iets waar we heel trots op zijn. Want zij heeft ook echt heel veel belangrijke besluiten, zoals bijvoorbeeld de euthanasiewet, een waardig levenseinde, erdoor kunnen brengen, die ze erdoor kon krijgen met het gezag van een arts die weet waar ze over praat. Ja. En Ernst Kuipers, die hoef je ook niet wijs te maken wat er gebeurt in de ziekenhuizen. Nee. Dat vind ik wel heel goed, want in de Tweede Kamer hebben we heel vaak debatten waarbij mensen zeggen, ja, vaccineren, het moet helemaal een vrije keuze zijn, er moeten gewoon genoeg bedden zijn. Ja, Ernst Kuipers die weet wat het betekent als iemand in coma, op zijn buik, geïntubeerd met een luchtpijp, met een pijp door je luchtpijp, met een katheter in je blaas, met een infuus aan je arm. Wat dat betekent. En dat mensen daar nooit goed van afkomen. Dat je juist moet voorkomen dat mensen in het ziekenhuis komen. Oké. Okay. Marco van Basten hoeft zich nog niet warm te lopen als voorzitter van de KNVB. Nou, we hebben Erik Terpstra ooit gehad als staatssecretaris op sport. Hè? Ja. En die was natuurlijk zelf zwemster. Volgens mij is Olympisch zilver gehaald. Zeker. Dus Marco van Basten, ik weet niet of dat de eerste aangewezene is natuurlijk. Nee. Okay. Maar op zich is het hartstikke goed dat je ook mensen met dat soort ervaring hebt. En de politiek heeft ze niets te verwijten. Het heeft niets te maken met misschien een verdwijnend vertrouwen in de politiek. Ja, ik zie best een hoop mensen die dan zeggen van gaat dat wel goed met mensen van buiten die weinig ervaring in de politiek hebben. Ja, laten we alsjeblieft er met z'n allen voor zorgen dat ook specialisten, die Ernst Kuipers is arts, wetenschapper en bestuurder van een groot ziekenhuis. Ja. Dus het enige wat hij nog niet kan, is politiek. Okay. Maar wat we graag willen, is natuurlijk juist dat een deskundige doet wat goed is voor het land.
algemeen vertrouwen, denk ik. Ja, ja. Ja, dan is er deze week in het Leids Dagblad kwamen de opzienbarende cijfers over deze nieuwe ministersploeg. Namelijk dat bijna de helft van de ministers en staatssecretarissen iets met Leiden hebben. Van een Leidse origine zijn, er gestudeerd hebben, er wonen, er geboren zijn. Ja. Leiden hofleverancier stond er van het kabinet. Ja. Wat betekent dat? Ja, daar zie je gewoon in dat de Leidse Kamerleden hun werk goed doen, wat dat betreft, ja, natuurlijk. Ja, alle wegen leiden naar Leiden. Heeft Leiden er voordeel van? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat dat mensen zijn die, die in feite er natuurlijk voor het hele land staan. Maar het is natuurlijk nooit verkeerd als er genoeg mensen in Den Haag rondlopen die het belang kennen van andere steden. Rutte, dan Kaag, Hoekstra, alle drie in Leiden gestudeerd. Paternotte in Amsterdam, maar Paternotte is nu een Leidenaar. Ja. En dan ook nog even de vraag natuurlijk, als we naar de D66-fractie kijken. Jullie hebben nog niet een opvolger van Jette of van Kaag. De fractie is onthoofd. Er zijn een aantal kandidaten. Als je naar de lijst kijkt, dan zie ik een paar kandidaten. Shorts, maar zou kandidaat kunnen zijn, denk ik. Misschien Paul van Meenen nog zijn laatste drie jaar. Als een beetje de Nestor van de fractie. En de derde zou dan toch Jan Paternotte zijn. En dan hebben we toch misschien weer twee van de drie kansen dat er een Leidse fractievoorzitter komt. Of ben ik te optimistisch? Ja, dus laten we dit gesprek dan gewoon echt goed stilhouden. Zorgen dat niemand buiten Leiden dat hoort. Want dan gaan ze zeggen, ja, die ministersploeg zit al vol met Leidenaren. Dat mag bij de fractie niet gebeuren. Ga je vinger opsteken? Wij gaan morgen volgens mij daar in de fractie een besluit over nemen. En ja, het is een beetje een goede gewoonte dat we dat dan met de collega's delen. En dat ik daarna dan op Sleutelstad er alles over wil vertellen. Mag ik je dan zonder enige ironie veel succes wensen?